Selamat datang di Asia. Bienvenue en France. Selamat datang di Indonesia. Het idee is Zuid-Afrika. Daarvoor waren we hier om te kijken. We willen een grote reis gaan maken door heel Azië heen. India gaat echt altijd heel veel interesse voor. Daar gaan heel veel mensen altijd naartoe, omdat het een relatief goedkope bestemming is en heel erg exotisch. Nieuwkomer dit jaar is Myanmar, Burma. Daar gaan op dit moment heel veel mensen naartoe, omdat er natuurlijk veel veranderd is de laatste jaren. Dus mensen gaan daar nu massaal interesse in tonen. Ja. Nou ja, als je lekker naar het buitenland wilt voorbij Europa, dan zijn de landen die vlakbij Europa liggen natuurlijk altijd gunstig geprijsd, omdat het niet zo ver vliegen is. Dus denk aan een Marokko of een Jordanië. Populaire landen zijn ook voor relatief kort weg. En Azië natuurlijk, als je eenmaal in Azië bent, dan zijn je uitgaven daar heel beperkt. We zijn wel een landelijk rurale gebied, het Toscane van Frankrijk genoemd. Maar dat is, er blijft wel een leuke bestemming voor iedereen die wat rust, gastronomie en cultuur zeg maar, wenst. Ik denk vooral als je kunt kiezen tussen of een treinreis of vliegen, denk ik dat eigenlijk vliegen wel iets goedkoper is. Gewoon boeken op het juiste moment en veel vergelijken.